In de vorige filmpjes heb ik het eigenlijk enkel gehad over luchtweerstand. Er speelt nog iets mee als je fietst en dat is de rolweerstand. De wrijving tussen je band en de weg. Nu, bij een mooie vlakke baan is die veel en veel kleiner dan de luchtweerstand en dus speelt die minder een rol. Dat verandert als je bijvoorbeeld over kasseien gaat rijden. Als je met een band over een kassei rijdt of over een kasseistrook, ja, dan voel je direct, die krijgt veel meer schokken, er is veel meer wrijving. Die rolweerstand zal veel hoger worden en veel moeilijker worden. Wat is nu het belangrijkste daaraan? Als je in iemand zijn wiel rijdt, dan valt je luchtweerstand voor het grootste stuk weg. Dus je hebt een heel groot voordeel op de persoon die vooraan rijdt. Jij rijdt uit de wind, die persoon rijdt in de wind. Dat geldt niet voor die rolweerstand. De tweede heeft evenveel last van die kasseien als de eerste. En dat is heel belangrijk voor een demarrage of voor een ontsnapping, want het grote voordeel van in groep te rijden wordt een kleiner voordeel op de kasseien, bijvoorbeeld. Als een groep wil ontsnappen of als één renner wil demareren, gaat hij dat veel liever doen op de kasseien. Het is veel moeilijker voor de renners achter hem om hem terug in te halen over de kasseien als ze in groep zijn. Wat doen ze dan bijvoorbeeld bij Parijs-Roubaix? Daar liggen zodanig veel kasseistroken na elkaar dat het voordeel van in het peloton te blijven bijna wegvalt. Stel dat deze 10 renners op een vlakke weg zeggen, wij gaan nu vandaag eens super hard rijden. Daar hebben ze weinig aan, want de rest van het peloton blijft gewoon hier in hun zog zonder die luchtweerstand en die zijn allemaal mee. Als die dat doen op de kasseien, is er wel veel kans dat ze weggeraken. Want die achteraan hebben evenveel last van die kasseien als zij. En dat zie je ook in Parijs-Roubaix. Uitputtingsslag. We hebben nu luchtweerstand gehad en rolweerstand gehad. Er is nog iets. Als je bergop begint te rijden, dan moet je de zwaartekracht overwinnen. Dus, stel je komt aan een helling. Ja, je hebt niet aan je luchtweerstand, je moet ook harder duwen omdat je bergop wil rijden. En hier heb je weer hetzelfde verhaal. Als er iemand in het wiel zit, heeft die wel voordeel bij de luchtweerstand, maar totaal niet bij het feit dat je bergop rijdt. Die moet evenveel zwaartekracht overwinnen als die persoon hier. Dus ook weer demareren bergop is veel gemakkelijker dan op het vlakke. En zo komen we aan het summum van de Vlaamse koers. Een kasseistrook op een helling. Dat is natuurlijk fantastisch. Want hier ga je zodanig veel rolweerstand en zwaartekracht moeten overwinnen dat als je een beetje sterker bent dan de andere die in je wiel zit, dat je wel gemakkelijk een gat gaat kunnen creëren wat op het vlakke veel en veel moeilijker zou geweest zijn. Als je dus als renner in de juiste ontsnapping zit en daarna ook nog eens de juiste demarrage plaatst door goed gebruik te maken van alle ondergronden, kan het zijn dat je helemaal alleen aankomt over de meet, dan heb je natuurlijk gewonnen. De kans bestaat ook dat je met een groepje tot aan de meet geraakt. En dan moet er gesprint worden.